Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van Orcs Must Die. En jongens, vandaag gaan wij een van de laatste levels spelen, want vandaag gaan wij de Rebirth spelen. We hebben echt nog maar zo weinig te gaan. Echt, het is niet te filmen. Even kijken, ik denk dat ik gewoon nu gewoon alles gewoon in één keer ga opnemen. Ja, fuck it. Even zien. Ja, wat wil ik upgraden? Ik heb maar liefst 11 skulls. Dus ik kan ervoor kiezen om nog wat te upgraden. Denk ik. Frut. Kom er één te kort. Dat is niet leuk. Nou, dan gaan we maar gewoon rebirth doen dan maar. Nee, ik wil niet apprentice. Ik wil gewoon warmage. Altijd eens proberen op warmage. Oh, you've been granted. Knowledge Weaver. Oké. Okay. Sure, fine. Why not? Oh, is dat nou? Een cutscene. Beautiful and deadly. Was it any surprise that she left the Order ages ago, escaping through the rifts to forge her own kingdom in the dead world beyond? Now she's bound the numberless horde to her will and returns to teach the Order harsh lessons in humility and subservience. But she's in for a surprise. I'm reasonably sure my apprentice is unteachable. Oké dan. Ik vind die cutscenes echt altijd enorm grappig. Even kijken. Oké, we hebben maar liefst één zo'n ingang. Maar hebben we nog meer dan of zo? Want ik zie hier nog zo'n... Ja, hier hebben we nog meer. Oké, want dit gaat heel moeilijk worden. Open Weavers. Wat is dit nou? Knowledge Weavers. Een Steel Weaver. We hebben kaarten. Oké, okay, nou het zal wel. Spelboeken dan maar. Die. 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 En die natuurlijk. Die natuurlijk. Oh, en die. Oh, why not? Oh, die er ook bij. Even kijken. Welke willen we dan meer? Zou deze handig zijn? Of. Ja, ik denk het wel, hè. Oké, we hebben we hebben wel wat nieuws. De Hope Goblin Shaman brings dead enemies back to life. Oké, daar ben ik niet zo heel erg fan van. GG. Hier komen ze uit, denk ik. Kijk, hier kunnen we van die grote dingen ophangen. Maar ik denk dat ik hier gewoon voor nu van deze dingen neer ga leggen. Gewoon omdat die gewoon OP zijn. Nou, unleash the horde, please. Even kijken, het is wel een kleine afstand. Dus ik moet echt wel... flinke defenses op gaan hangen hier. Branden, bitches. Brand, doden. Ga dood, jullie. Allemaal sterf zullen jullie. Jullie zullen niet voorbij mij komen. You shall not pass. Want nee, ik ben Gandalf, dus wat dat betreft. Pew, pew, pew. Oké. Zeg, laat het eens even. Nee, niet. Nee, nee, gewoon nee. Oké. Even kijken hoor. Wacht, ik wil nog even wel... Fuck, ik kan mijn boek niet meer aanpassen. Even kijken, nou laten we gewoon... Wat meer van die dingen neerleggen hier zo. Die dingen zijn gewoon goed. Die kunnen we gewoon altijd gebruiken. Die sloot, die orks en alles, dus... Het is ongelooflijk dat Orcs Must Die gewoon bijna ten einde is gekomen. Ik ga echt, denk ik, wel weer beginnen als ik GTA 5 of Skyrim... Assassin's Creed 4 heb uitgespeeld, dan ga ik daar misschien wel iets met Orcs Must Die 2 doen. Alleen dat zal denk ik pas in 2014 worden, want echt, ik heb zoveel nieuwe series van Shadow Games. Dat gaat denk ik niet worden de komende paar weken. Eens even zien. Oké, dat ging makkelijk. Even zien. Ja, waar komen ze uit dan? Waar komen ze uit? Waar komen ze uit? Laten we in ieder geval die even vastpakken, want... Oké, hier komen ze uit. Oké, fine by me hoor. Brand... Branden, demonen. Hup, en de fikker en zo. Oh nee. Je kut shaman hoofd. Branden, nee. Allemaal terug. Ik ben er dood hier. Vuur. Vuren. You shall not. Ik gebruik ook even het hakmes.
Want dan hebben we instant heal. Nee. Non-de-ju. Allemaal dood, oké. We instant heal. Even kijken. Geef maar dat en dat en alles. Geef. Oké. Okay. Ja. Gewoon zorgen dat we goede defenses hebben. Oké, nu komen ze daaruit. Geweldig. Nou. Moet maar dan. Zullen er in deze instantie niet zoveel zijn, denk ik. Dus dat betreft. En ik heb altijd de vuurbelt nog, dus. Vuur en ijs. Vuur. Vuur zeg ik, oké. Okay. Wow, dat gaat eigenlijk best wel makkelijk met de vuurbelt. Vuur. En vuren, of niet natuurlijk. Ga dood, jij kut, shaman. Echt serieus. Jouw hoofd is fucking lelijk. Oké. Okay. Goed zo. Nou, hup, ga nou. Da. Groot. Jezus, mens. Even zien. Oh god, daar komen ze hieruit. Pak dit maar vast. Vuur. Ik wil vuur hier hebben. It will slow them down. Oké, okay, goed zo. Blijven schieten. Of niet natuurlijk. Terug. Vuur erop, vuur erop, vuur erop, vuur erop, vuur erop, vuur erop, vuur. Ik wil vuur. Geen meer vuur. Goed zo. Jij even je kop houden. Jij ook helemaal even. Ik wil maar gaan met jouw hoofd. Oké. Okay. Terug, zeg ik. Toch. Dat begrepen jullie daar nog niet aan dan. Jij bent helemaal erg, je shamanhoofd. Kijk, dood zeg ik. Ga dood, ga dood, ga dood, ga dood. Oh god, nee, Gizmo. Gizmo, je kan niet op mijn schoot. Even weg, oké. Okay. Echt die kat van tegenwoordig. Even kijken. Komen ze nu uit dan? Beide kanten. Beide kanten. Nee, toch, mannen. Nee, nee, nee. Het zal niet gebeuren. Snel daarheen, daarheen. Terug en vuur. Oh god nee, you shall not pass, Gandalf! Gandalf! Weg, terug, terug zeg ik, nee, 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 Gandalf, Gandalf gaat falen, nee, Gandalf, nee, shamanen. Shamanen nog naartoe hier, oh god nee. Dood! Dood niet om mijn 8 levens. Nu toch. God. Even zien. Verkopen, verkopen. Hoe lossen wij dit op? Echt, I have no clue. Ik denk gewoon één kant volledig verdedigen, denk ik. Dat zal het handigst zijn. Oh my god. Nou, ik moet deze kant moet ik hebben. Want hier heb ik gewoon geen verdediging. Of nou ja, zo wat niet. Dus... ik moet gewoon zorgen dat dit redelijk verdedigd blijft, want anders komt het niet goed. God, ze komen door hier. Oh god, hier ook aan. Nee, nee! Vuren! Stop ze! Oké, okay, goed zo. Even zien hoe ik hier verdediging neerzetten. Ja, zet hier maar neer. Echt, deze dingen die zijn echt open, niet normaal. Oké, okay, nu komen ze alleen hieruit. Oké, okay, dat is goed. Ga maar dood, doe maar dood, doe maar dood. Oké. Okay. Doe dood, kom op, doe dood. Kom op, bevries, oké. Okay. Huppakee. Gaat dat... tot dan. Nou, halleluja, man, oh man. Jullie zijn echt schandelijk, serieus. Oké, okay, goed. Nou, dan moeten we verder gaan met verdedigen. Deze treffs zijn echt OP. Het maakt ze langzaam en het doet zoveel damage. Dat is gewoon gaaf gewoon. Oké, okay, eens even kijken. Dan dekken we gewoon deze kant. En dan komen alleen mijn snipers uit, oké. Okay. Gewoon headshotten. Keep headshotting. Kom dan, hè. Haha, brand allemaal dood.
branden. Oh god, nee. Terug, dood, dood en dood. Allemaal dood, serieus. Nee, 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 nee. Nee! Oh my god. Apprentice time. My god, ja, dat weet ik nou al. The Knowledge Weaver, daar hebben we geen zin in. Ja, dat hebben we ook al 1000 keer gezien. Kom op, hup, oké. Spelboek. Die wil ik. En ik wil die. En ik wil... Doe dat maar. Ik weet nog niet dat handig is. Even kijken. Ik hang gewoon dat op. En ik hang hier ook dat op. Even kijken waar ook alweer. Oh ja, hier beneden. Hartstikke idee. Oké, goed. Doe maar al die stort. Hup, hup, hup. Oké. Deze kant kan ik zelf al aan. Hier gebeurt toch nog wat boeiends, dus wat dat betreft. Ja, kom dan. Snipe, 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 snipe. Ik hoop eerlijk gezegd dat dit niet zo'n lange aflevering gaat. Want daar heb ik eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Want, nou, ik wil altijd wel proberen om het op eventueel OP-heid te doen. Dus zeg maar de War Mage ding. Alleen, het is soms vervelend, want dan zit je echt bijna en dan moet je echt gewoon helemaal weer overnieuw beginnen. Dat haat ik echt. Kijk, als het nou bij level 2 of zo gebeurt, dan kun je nog zeggen, oké, lekker makkelijk. Alleen, nou zal de video echt langer zijn dan 15 minuten en dat haat ik echt. Dat vind ik echt vervelend. Even zien, moeten we even dat hier beneden op gaan hangen. Even kijken, laten we dan gewoon deze kant gaan verdedigen. Toch, denk ik? Ja, doen we dit gewoon. Rennen, Ronald. Ik moet ook ergens maar eens een keer zo'n pallet ergens neerzetten. Maar bij die lava traps is het hetzelfde als bij die spike traps. Die zijn gewoon overpowered omdat ze poison effect geven, volgens mij. Oh nee, ze geven slowness effect, geen poison effect. Dood, dood, dood. Oké. Echt, die vuurbel is echt ook zo op. Alles met vuur is gewoon overpowered in deze game. Hey, ik heb de meetjes bevroren. Hup, ga nou. Dank u wel. Oké, god. Ik ga gewoon één kant van deze ga ik gewoon helemaal beveiligen. Komen ze weer hieruit? Wauw, komen ze alleen maar hieruit of zo? Of gaat het gewoon langer duren dan of zoiets? Huppakee, branden. Goed zo. Jij emu. Nog een stukje. Kom maar met z'n allen. Woesh. 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 Echt, dit ding is zo OP. Niet normaal dit. Goed zo. Even zien. Nou moeten we verder met deze kant verdedigen. Even kijken. Ja, het lijkt me handig om gewoon zo te doen. En dan gewoon die. En. Oh wacht. Ja. Die was het. Oké, nou nog even door met dit. Dit is gewoon important. Oké. Kijk, ze komen hier ook nog uit ook nog. Heel mooi, heel goed. Kom jongens, ik wil eerst even zien hoe jullie voorbij deze traps gaan komen. Want het maakt ze allemaal slow hier. En dan kan die balken lekker veel slaan op ze. Dat is wel nice. Kom nou jongens. Kom maar. Oh, jullie zijn hier niet eens voorbij gekomen. Oh, het sneu. Je moet even ophouden. Ik heb wel genoeg van jou. Hup, doe dood. Jij ook. Wauw, dat ging echt easy. Dan moeten we die andere kant even verdedigen. Ik denk hetzelfde systeem als hier dan. Zoiets als dit, ja. Oh, hier komen ze. Oké. Nou, kom op. Ronde 5. We zijn op die helft. Kom dan. Zo. Nou, huppakee. Huppakee, huppakee, huppakee. Nou, dat. Kiertje. Woesh, oh mijn god, dat meeste ding is echt OP. Of die grote bal, die knuppel. Nee, dat ga je niet doen. Oké. Jee, dom ding.
Even zien. Dat, dat en dat en GG go. Kingdom Come is uit beide kanten en we gaan deze verdedigen, want die andere kant heeft meer verdediging volgens mij. En nou ja, ik moet sowieso iets verdedigen, dus dan kan ik maar beter hier blijven. Kom ding. Even zien zo. Huppakee. De vuurbel. Echt OP ding. Huppakee, huppakee. Oh, wacht, ze komen er een beetje door hier. Kan ik niet toestaan, jongens. Kan ik gewoon niet toestaan. Huppakee, instakill. Even zien, deze kant nog wat meer. Dan wordt het echt nog een klein beetje extra defense op, denk ik. Zoiets als dit. Oké, dit is prima, denk ik. Oké, nu gaan we natuurlijk hier verdedigen. Dat lijkt me logisch. Ik ga hier denk ik zo'n rode mage neerzetten of zoiets. Lijkt me wel leuk. Henk of Piet heet hij of zo, ik weet niet meer. Piet volgens mij, of Karel, ik weet niet meer. Even die rare naapjes van mij in ieder geval. Dan kom op, jij dom ding dood. Ik ga het helemaal voor jullie meenemen. Zo. Vuurbelt. Hey. Wat zijn wij daar aan het doen? Dit doen wij hier niet, jongeman. Oké. Woesh. Instakill. Allemaal dood. Goed zo. Ja. 3, 2, 1. Wat, waarom dit dat ding niks? Het is voor meuk. Oké, goed zo. Even zien. Ik denk deze kant. Want hier kwamen ze langs. Dus ja, dat zit me niet zoveel. Oké, fijn. Oh, komen ze nu allemaal daar langs? Oh, wow, dat stelt ook niks voor. Oké, doe maar even dood. Zo. Huppakee, kassiewijlen. Oh, waar komen we nog meer aan? Oh, oké, woesh. Ik ga gewoon dood, oké? GG. Jullie stellen niks voor. You can't... touch this. Wow, die dingen die instakill je ook makkelijk, hè. Jongen, even kijken. Weet je wat we gewoon doen? We zetten er gewoon zo'n paladin. We zetten hier zo'n paladin neer. Yeah. En nog even zo'n ding voor good match. Oké. Alleen daar komen ze niet langs. Geweldig. Ja, deze kant is wel goed verdedigd, denk ik. Ik denk dat ik eerder gezegd deze kant moet gaan helpen. Ja, lijkt mij ook. Vuur! En nog meer vuur, vuur. Allemaal branden in de hel. Dit is te makkelijk. Kom op, jongens. Ga gewoon dood. Wat hier? Hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Ja, nee. Allemaal dood. Even zien. Weet je wat we eigenlijk wel kunnen doen? Hey, sexy ladies. Wauw. Eigenlijk was het wel heel slecht, maar oké. Even kijken. Dit nog allemaal vol douwen met van die mooie trap dingen. Moet ook gebeuren, hè. GG good game, jongens. GG good game. Ik ga deze kant verdedigen, want nou, ik heb niks beters te doen, dus wat dat betreft. Oh my god, don't even try it, wil je? Schiet nu om jouw hoofd. Hey. Jonge paladin. I will save you. Oké, allemaal dood. Geweldig. Vuur. Paladin, je bent gewaarloos. Je houdt ze niet eens tegen, man. Wat denk jij dan niet hier? Oh, god, nee. Dood. Oh my god, ik begin levens te verliezen hier. Yes, jezus, gelukkig. Dat was close, in één keer zo'n ogen. Ik zal... Nee, jij gaat dit niet doen. Nou, we hebben twee skills. Ik kan nu die traps gaan upgraden. Dus dat ga ik doen. Oh, ik had een menu van buy upgrades. Nou, doe ik het nu. Even kijken. Die upgrade accept. Yeah.
Brimstone damage over time effect lasts longer. Yes, dus het doet meer damage over een langere tijd. Dus dat is goed. Maar goed, ik ga het hierbij laten, jongens, voor vandaag. Dus bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Vergeet niet even om een like achter te laten als je het een leuke aflevering vond. Abonneer ook nog even voor meer Orcs Must Die. En volg mij nog even op Twitter, @ShadowGames23. En dan zie ik jullie de volgende keer weer bij meer Orcs Must Die. Dus ja, laten we het ze.